leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video heb ik voor jullie een shoplog, maar niet zomaar een shoplog. Het is een shoplog over de hele maand december. Ik persoonlijk zelf geef niet zo heel snel geld uit aan kleding en dingen voor mezelf. Ik ben meer van het sparen, omdat ik het altijd snel zonde vind van mijn geld. Maar in december heb ik mezelf wel veel cadeau gegeven en dat ik dacht, oké, nou mag het van mezelf. Dus ik dacht, het is eigenlijk wel een leuk idee om een shoplog te doen, maar dan over de hele maand december, wat ik allemaal precies gekocht heb. Dus als je benieuwd bent naar deze video, laten we snel beginnen. Ik weet niet helemaal de volgorde meer van wat ik eerst en daarna heb gehaald. Dus ik doe een beetje van alles door elkaar. Ik heb dus deze sieraden nieuw gehaald. Deze komen van My Jewelry. Ik vind het heel moeilijk om het uit te spreken. Dus My Jewelry. Dit zijn ze. Niet het hartje. Die heb ik voor kerst gekregen. Maar dit slotjesketting heb ik gehaald. Samen met deze. Ik weet niet meer precies hoe deze heette. Ik was heel lang mee bezig omdat ik zo'n slotjesketting heel leuk vond. Maar zoals ik zei, ik koop niet zo heel snel dingen voor mezelf. Omdat ik het snel zonde vind van mijn geld of zo. Maar ik was een keer in de nacht heel lang wakker en ik kon niet slapen. Toen heb ik gewoon ineens deze ketting besteld. Maar ik vind hem wel heel leuk. Dus ik ben heel blij mee. Gaan we gelijk door naar de volgende sieraden. Want dat zijn mijn ringen. Bijna al mijn ringen heb ik nieuw gekocht. Behalve twee. Deze ringen horen bij elkaar. Maar je kan ze dus ook losdragen. En deze ringen komen trouwens allemaal van Lucardi, vandaar. Maar ik heb ook toen ineens, was ik in Lucardi en toen wilde ik nieuwe ringen en toen kocht ik er gelijk 5 of zo. Verder heb ik ook deze gehaald. Er zitten een paar subtiele diamantjes in eigenlijk, maar niet heel overdreven. Die heb ik om mijn middelvinger zitten. En de laatste die ik ook nog heb gehaald is deze. Gewoon een hele kleine. Ja, ik vond hem eigenlijk wel gewoon leuk. Niet heel overdreven, zeg maar. Vervolgens heb ik iets gehaald wat ik gewoon moest hebben. Want ik gebruik het elke dag. En dat is deze dagcreme van Clinique. Ik gebruik deze. Ik ben zelf niet heel makkelijk met gezichtsroutine en zo. Omdat ik nooit heel goed weet wat ik moet gebruiken. Maar door mijn zus heb ik deze ontdekt, zeg maar. En nu gebruik ik hem en ik vind hem heel fijn. Dus ik heb deze gelijk in het groot gekocht. En dit heb ik niet gekocht, maar ik kreeg er wel bij wat heel leuk was. Een tasje van Clinique. En daar zaten allemaal testetjes in. Deze. Dit is gewoon eigenlijk mijn dagcreme, maar dan in het klein. Deze zit erin. Ik weet echt niet eens wat het is. About cleaning. Oh, het is een mousse volgens mij om je gezicht ook mee te reinigen. Kijken. Er zit ook nog een mini mascara in. Dit zijn gewoon leuke dingen, want hierdoor ontdek je weer, bijvoorbeeld als deze mascara goed is, ontdek je weer een goede mascara. Dat is altijd leuk. Het is wel heel erg leuk dat ik dit erbij kreeg. Altijd handig natuurlijk en zeker voor de vakantie. Oké, dan gaan we nu door naar kleding. En eerst begin ik met sportkleding. Ik heb bij Gymshark geshopt. En dat vind ik echt de beste sportkleding tot nu toe eigenlijk. Ik vind ze heel erg fijn. Dus deze wilde ik al heel lang. En ze zijn heel basic, maar toch heel mooi. Ik begin met deze legging. Hij is gewoon zwart. Moet ik heel even spieken hoe die heet. Deze heet Vital Seamless Legging. Als ik het goed zeg. Ik heb geen idee. Maar deze. En dit is tot nu toe de beste legging die ik ooit heb gehad. Hij zit zo lekker. En hij is zo dunne stofje. Ik weet niet of je het kan zien. Kijk. En hij is heel rekbaar. Heel rekbaar. Dus hier ben ik heel blij mee. En hij zit ook echt heel lekker. Hij heeft ook een hoge band. Niet te hoog, want een te hoge band vind ik dan weer irritant ofzo. Alsof die echt tot aan je sport-BH komt. Dat vind ik dan weer iets te overdreven. Maar deze vind ik oprecht heel fijn. Voor bij de sportlegging heb ik deze sport-BH. En deze is zo fijn. Ik vind hem heel erg fijn zitten. En ik ben blij dat ik uiteindelijk een M'tje heb gedaan. Want ik heb normaal een S'tje in mijn sportkleding. Maar deze zit heel strak bij de, ja, hoe noemen deze dingen? Die bandjes, zeg maar. Waardoor het heel erg omhoog getrokken wordt. En ik denk dat als ik een S'tje had gedaan, dat het gewoon heel erg pijn had gedaan bij mijn schouders, in mijn nek. Maar voor de rest is deze heel erg fijn. En ik kan hem niet meer vinden. Tenminste, ik kan de naam niet meer vinden. Maar hij is heel erg fijn. En ik denk dat je hem zo kan vinden op de site zelf.
Dus deze, ook een aanrader. En nu we toch zo met kleur bezig zijn, vond ik deze ook heel fijn. Leek me handig om erbij te doen. Gewoon een heel simpel sporttopje. Heel luchtig is hij ook. En deze stof is zo lekker. Het voelt niet echt alsof je... Ja, het voelt wel alsof je wat aan hebt. Maar het is zo niet zwaar. En het is zo luchtig. Dus ik ben hier heel erg blij mee. Deze heet de Training Drop Arm Tank. Ja. Oké. Geen idee of dat is hoe je hem hoort uitspreken. Maar goed. Deze. En hij is ook heel erg fijn. En past dus heel erg mooi bij mijn andere zwarte outfits. Vervolgens heb ik ook nog een andere sportlegging gehaald. Deze. Dit is eigenlijk dezelfde als de zwarte, maar dan in het grijs. Ook deze vind ik heel fijn. Het enige wat ik wel apart vind, is ze zijn allebei in de maat S. En toch zit deze strakker dan de zwarte. Geen idee of dat aan mij ligt, maar goed. Ook deze vind ik heel fijn. Hier kan je het misschien iets beter zien. En hier kan je misschien ook iets beter de contouren die ze erin hebben gezet zien. Ook deze is heel erg dun en zit echt heel erg fijn. Dus hier ben ik heel blij mee. En deze heet de Vital Seamless Legging Smoke Grey. Staat Mar achter, maar volgens mij is het gewoon Smoke Grey. Geen idee. Maar hij is wel heel erg fijn. Nu heb ik deze besteld. Het is een heel bouwpakket. Deze heb ik besteld. En het lijkt op twee BH's over elkaar. Maar de eerste die ik eigenlijk had besteld... was gewoon zo. Dat was deze. Maar deze zit eraan vast nu. Dus ik had deze opnieuw besteld in plaats van de andere. En deze heet de Vital Race Sport Bra Smoke Grey. Ook hetzelfde kleur als de broek. Dus die passen nu ook heel mooi bij elkaar. En hier ben ik dus ook blij mee. Kan ik wel even vooruit in de sportschool. Oké, en dan gaan we nu verder op normale kleding. En ik koop heel weinig kleding voor mezelf. Tenminste... ik heb genoeg kleding in mijn kast, maar ja, ik koop niet zo snel als ik het zie, dan ja, ik ga het kopen. Dus dit is nog wel wat voor mij. Als eerste heb ik deze Spencer van Goods & Gusto. En het is een lange Spencer, alleen volgens mij is die in de was een klein beetje gekrompen. Maar hij is nog steeds draagbaar en ik vind de kleur oprecht heel erg leuk. Ik ben helemaal into de nudes de laatste tijd, zeg maar die nude kleurtjes. Volgens mij is dat ook wel een klein beetje trend. Maar geen idee, want daar heb ik geen verstand over. Maar deze komt van Goods & Gusto. En hij zit ook heel erg lekker. Ik heb ook een blousejurkje, zeg maar. En die komt er net onderuit. En dat staat heel erg leuk bij elkaar. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Het volgende wat ik heb gehaald is deze kooltruitje. Hij heeft best wel een flinke kool. Je hebt hem ook kunnen zien in mijn vorige video. Waar ik cakejes ging bakken met mijn broertje. Dit colletje komt echt wel helemaal tot aan je nek. Maar als je hem dubbelvouwt, ongeveer tot de helft. En hij heeft een heel lekker stofje. Ook heel rekbaar trouwens. En de kleur vind ik ook weer heel erg leuk. Deze komt ook van Goods & Gusto. En dit soort dingen vind ik helemaal goed in deze tijd. Ze zitten lekker. Ze zijn ook nog heel warm. Ik ben altijd heel erg snel bang om in te koud te krijgen. Maar bij deze gebeurt dat niet. Door met het volgende topje. En dat is ook een colletje. Ik weet niet of je dit een colletje kan noemen. Maar een laag colletje dan. Deze. En deze heb ik eigenlijk puur gekocht voor mijn werk. Ik werk ook in de supermarkt en ik heb het altijd heel snel koud. Dus dan trek ik snel iets aan onder mijn werkkleding. Maar dat is nog best moeilijk. Wat je aan moet doen is doe ik oude t-shirts of iets. Dus ik dacht, ik koop gewoon zo'n colletje met lange mouwen. Deze komt gewoon van de Primark. Gewoon lekker goedkoop. En ik heb deze ook in het zwart. Maar die ligt volgens mij in de was. Dus deze. En hij zit ook nog gewoon heel lekker. De stofjes lekker. En gewoon prima. En dus ook prima om mee te werken. Dus dit is, komt goed van pas voor mij. De volgende is een jasje. Vestje. Ik weet niet. Dit is hem. Hij is heel groot. Dus ik kan hem niet goed laten zien. Maar deze komt van de Zara. Ja, Zara. En dit is een... ja, wat voor kleur is dit? Witte... crème-achtig, grijs. Geef de kleur die je wil. Maar het is een... ik vind het heel leuk. Ja, het is geen vest, zeg maar. Maar dit doe ik gewoon... dit is gewoon een jasje dan. En hier doe ik een sjaal omheen. Zodat ik het toch niet heel koud krijg. Verder heeft hij zakken. En knoopjes. En ik vond deze zo leuk. En natuurlijk, die kleuren... ik ben natuurlijk nu, vind ik de nude kleuren heel erg leuk. Dus dit past er heel erg goed bij.
En ik vond hem super leuk staan. Dus ik dacht, nou, ik neem hem gewoon lekker mee nu ik toch bezig ben. Gaan we door met het volgende jasje, is het? Nou, ik denk dat dit eerder een vestje is, maar dit kan je ook goed gebruiken als jas. Misschien een soort tussendoorjasje. Maar ik vond hem zo leuk. Ik heb hem alleen nog niet aangedaan. Dus deze. Deze is van komt van de Lofies. En toen ik hem aan had, vond ik hem heel leuk. Alleen moest heel erg wennen, omdat hij leek zo groot. Maar het is een maat S. Maar die armen zijn zo van die pofmouwtjes, zeg maar. Dus hij valt groot. Maar ik vind hem wel heel leuk. Hier heeft hij ook nog zakken en de knoopjes. Dus het is een hele leuke jas. Maar ik moet nog even kijken hoe ik hem moet dragen en alles. Dus dat komt nog wel. Het volgende wat ik heb is een blazer. Dat is deze. Dit is de blazer. Hij heeft inderdaad ook van die vlingen in de schouder. Voor de rest is het volgens mij gewoon een simpele blazer. En het is een beetje een... Ja, wat voor kleur is dit? Beige. En hij komt van de Zara. En ik wilde al heel erg graag blazers. Vind ik echt heel leuk. Op een flarebroek en dan gewoon een... Grote blazer vind ik ook leuk. Wat langere blazer. Of jurkblazers vind ik heel leuk. Dus ik was er heel lang mee bezig. Maar blazers, als je echt een goede blazer wil, is die vaak wel wat aan de duurdere kant, vind ik. En ik ben niet zo snel dus van kleding kopen en dat soort dingen voor mezelf. Dus ik kocht het steeds niet. En toen zag ik deze en toen dacht ik, nou ja, weet je, ik koop gewoon een keer een blazer. Dus ik vind hem heel leuk. En hopelijk binnenkort meer blazers. Laatste kledingstuk die ik hier heb is deze. Dit is een, hoe noem je zoiets? Vestje? Jasje? Deze in ieder geval. En toen ik deze aandeed twijfelde ik heel erg veel erover. Omdat die, ik vond de kleur zeg maar heel leuk, maar hij is wel heel oversized zeg maar. En toen kwam ik erachter dat de verpakking was weggegooid. Dus ik kon hem toch niet meer terugsturen. Dus dat was een snelle keuze. Deze komt van Goods & Gusto. Maar uiteindelijk ben ik er wel blij mee. Je moet er wel een lange mouwen ja, t-shirtje onder doen. Want ja, ik weet niet, dat stofje gaat mij op een gegeven moment irriteren. Dus, maar voor de rest vind ik de kleur heel erg leuk. En ik heb deze toevallig wel al gedragen. Dus verder heb ik nog één ding gekocht. Toevallig 30 december of zo. En dat was bij Kiko. En dat komt omdat mijn gezichtsreiniging en alles komt van Kiko. En meestal haalt mijn zus het bij haar stage op Schiphol. Maar de winkels zijn dicht nu met coronaregels. En online moet je een bepaald bedrag hebben voordat je iets kan bestellen. Dus toen ben ik uiteindelijk toch nog gaan kijken. Want ik hoefde eigenlijk alleen mijn gezichtsproducten. En toen bleek alles 50% korting te zijn. Dus ik heb samen met mijn zus een bestelling geplaatst. Want we gebruiken dezelfde producten. Ik heb hier even het lijstje bijgepakt wat ik allemaal besteld heb. Ik heb de BB cream heb ik gehaald. Het is heel moeilijk om je kleur online te halen. Want ik dacht, ja, ik heb hem nog niet eerder gehad. Maar ik ben heel erg bleek voor mezelf. Dus ik heb gewoon licht gehaald. Want het waren drie kleuren. De hoop dat dat goed is. En anders geef ik hem aan iemand door, denk ik. Maar ik heb dus BB cream gehaald. De Daily Protection BB cream met SPF 60 erin. Verder heb ik ook nog een matte blush. Want ik gebruik eigenlijk geen blush. Maar ik vind het toch wel mooi als anderen het gebruiken. Dus ook met dit. Ik hou meestal weet je, van het goedkope make-up en zo. Omdat ik denk, ja, een beetje concealer mascara prima. Maar ik ben de laatste tijd toch wel op iets meer mezelf verzorgen. En het beter uit proberen te zien. Of zo. Dus ik dacht, weet je, ik probeer deze gewoon. Dit is een vegan matte blush. Dus ik dacht, laten we die gewoon uitproberen. Dus die heb ik ook besteld. Verder heb ik ook nog een pincet besteld. En dat komt omdat mijn moeder heeft ooit voor mij een pincet. Het was bij Bart Smith. Vond ik helemaal leuk als klein meisje. En dat was met een poppetje en dan in de vorm van een pincet. Het was heel leuk. Maar die pincet, als je dan je haartje pakt, dan trekt het helemaal niet mee. Dus het is eigenlijk geen handig pincet. En elke keer als ik hem dan in de winkel zag, dacht ik, ja, kom nog wel, kom nog wel. En nu was hij echt 2,50. Dacht ik, nou oké, okay, nou ga ik hem echt bestellen. Want ik stel het de hele tijd uit en nu ben ik toch bezig. Dus ik heb gelijk een pincet besteld. Verder heb ik twee cleansing foam heb ik besteld. Dat is dus het product waar ik en mijn zus ons gezicht mee wassen elke ochtend en avond. En ik heb nog een face scrub heb ik ook besteld. Die gebruik ik ook in de avond om mijn gezicht te reinigen. Maar die zijn dus nog niet binnen en die zijn vertraagd met corona. Vandaar dat ik ze nog niet kan laten zien.
Dus ik hoop dat ik niks ben vergeten. Vond je deze video nou leuk? Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronder. En dan zie ik je hopelijk bij de volgende video weer. Doei doei!